We hebben samen met netwerkpartners in de regio gezocht naar oplossingen om de wachtlijsten in de GGZ aan te pakken. En van daaruit is GGZ Breeburg in de regio Midden- en West-Brabant gestart met mentale gezondheidscentra. Aansluitend op de expertisecentra voor de complexe specialistische hulp. In een mentaal gezondheidscentrum is het verkennend gesprek altijd het eerste stap. Tijdens zo'n gesprek wordt samen met de burger de hulpvraag verkend en ook samen gezocht naar oplossingen. En als er dan passende hulp nodig is, kan dat ook heel goed buiten de GGZ zijn. En op deze manier proberen we de GGZ-kennis en capaciteit beschikbaar te maken en te houden voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Wat zijn de resultaten van deze aanpak? Ja, nou, we houden heel goed vinger aan de pols over deze vernieuwende aanpak. Dat doen we via actieonderzoek. We doen dit samen met betrokkenen, dus met cliëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, samen met zorgverzekeraar CZ en ook ingebed bij de Tilburg Universiteit Transo. We houden de cijfers, zowel cijfers bij als kwalitatieve resultaten. En we doen dat volgens het quadruple 1 model. En dat betekent dat we vier domeinen in de gaten houden. En het eerste domein is gezondheid. Dus we kijken dan naar toegankelijkheid van de GGZ, uitkomsten op het gebied van herstel. Tweede domein zijn ervaringen van burgers en cliënten. Vervolgens kijken we ook naar het derde domein. Dat zijn ervaringen van zorgprofessionals. En het vierde domein zijn de kosten. En in dit filmpje presenteren we de resultaten op hoofdlijnen volgens dit model en van de afgelopen 2 jaren, dus 2022 en 2023. En welke hulp krijgen mensen die zo'n verkennend gesprek hebben gevoerd? Nou, samen met de burger bekijken we de vraag en kijken we ook welke hulp best passend is. In 2022 en 2023 hebben er ruim 3500 VG's plaatsgevonden. Ongeveer een kwart van deze mensen komt terecht buiten de GGZ. Dus dat kan inhouden schuldhulpverlening, jobcoaching, herstelacademie van Meus, maar ook vrijwilligerswerk of een sportclub. En zo'n 38% komt terecht bij de basis GGZ. 15% komt terecht bij de SGGZ dichtbij, dus bij een mentaal gezondheidscentrum. 12% komt terecht ook bij de SGGZ, maar dan in een expertisecentrum. Wat vinden jullie van deze resultaten? Nou, deze resultaten zijn veelbelovend. Burgers die stromen sneller door naar passende hulp. En wat we ook zien is dat er minder intakegesprekken nodig zijn. Wat vinden de burgers zelf eigenlijk van de verkennende gesprekken? Nou, na afloop van een verkennend gesprek ontvangen burgers een vragenlijst met 4 gesloten vragen die ze scoren van 0 tot 10 en een open vraag. En over het geheel scoort het verkennend gesprek een 8,1. De tweede vraag die ze beantwoorden gaat over de relatie, dus dat ze zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelen. En die scoren ze met een 8,3. Het onderdeel doelen en onderwerpen scoren ze met een 8,4. Dus dat houdt in dat ze bespreken wat ze wilden bespreken. En het onderdeel aanpak en werkwijze, dat scoort een 7,2. Dus dat is net wat lager, maar nog steeds ruim voldoende. En dit komt mogelijk door verwachtingsmanagement, dat burgers niet bekend zijn met het doel van het VG. En wat ook is dat ze toch ook nog moeten wachten op passende hulp. Het verschil is wel dat als ze worden doorverwezen, dat ze dan ook hulp krijgen die het best bij ze past. Welke feedback krijgen jullie van burgers? Nou, aansluitend bij deze mooie rapportcijfers hebben we voornamelijk positief feedback ontvangen. Dus burgers voelden zich veilig, gehoord en vertrouwd. Ze voelden zich op hun gemak. De juiste vragen werden gesteld. En er werd met hen rekening gehouden als persoon. En ook dat er op gelijkwaardig level met ze gesproken werd. Zijn er ook kritische reacties van burgers? Ja, sommige burgers zijn ook kritisch. Die feedback is wel wat meer gevarieerd. Maar in die kritische feedback horen we bijvoorbeeld terug dat de verkennende gesprekken eigenlijk te kort zijn om het hele probleem van de burger uit te kunnen leggen. En om voldoende diepgang te krijgen in het gesprek. En daarnaast horen we ook wel eens terug dat de gesprekken dubbelop voelen of zijn met de gesprekken met de praktijkondersteuner die ze vooraf aan het VG hebben gehad. En of de intake die nog na het verkennend gesprek komt. En we horen ook terug dat de wachttijd tot de juiste hulp soms nog erg lang kan zijn. En naast de surveyvraag hebben we ook diepte-interviews gehouden waarin we eigenlijk dezelfde feedback terugkrijgen.
En aanvullend wat we daar nog uit hebben gehaald is dat het samen onderzoeken van de vervolgstappen na het verkennend gesprek heel erg belangrijk zijn. Dus dat ze echt samen met de cliënt gaan kijken wat passend is. En als feedbackpunt hebben we nog meegekregen dat verwachtingsmanagement over het verkennend gesprek heel erg belangrijk is. Dus dat er wordt uitgelegd wat het doel is van het verkennend gesprek, wat de verwachte vervolgstappen kunnen zijn en verwachtingsmanagement over de wachttijd na een verkennend gesprek. Hoe tevreden zijn cliënten over de besluitvorming tijdens de behandeling? Nou, het verkennend gesprek lijkt ook bij te dragen aan de mate van samen beslissen in een behandeling van cliënten. Ruim 90% van de cliënten geeft aan dat zij tevreden zijn over de mate van samen beslissen tijdens de behandeling in een mentaal gezondheidscentrum. Hoe ervaren zorgprofessionals een nieuwe aanpak? Nou, in 2023 hebben we groepsinterviews gehouden met professionals van zowel de mentale gezondheidscentra als de expertisecentra. En we hebben hen gevraagd naar hun ervaringen met de verandering in de manier van werken naar aanleiding van de komst van de mentale gezondheidscentra. En hierin hebben we gemerkt dat de veranderingen nog best wel wat pionierswerk vragen. Met name de interne en externe samenwerking. En met interne samenwerking bedoelen we dan de samenwerking tussen de mentale gezondheidscentra's en de expertisecentra. En met de externe samenwerking bedoelen we de samenwerking met onder andere het sociaal domein en de huisartsen, wat gewoon nog best wel wat pionierswerk vraagt. En wat we merken is dat deze veranderingen voor meer werkdruk zorgt bij de zorgprofessionals in deze overgangsfase. Maar wat we gelukkig ook terug horen is dat deze nieuwe manier van werken zorgt voor meer werkplezier, meer professionele ruimte en meer energie bij de professionals. En dit komt vooral door het krachtgericht werken en het centraal stellen van de cliënt, wat echt zorgt voor meer energie en meer werkplezier bij de professionals. En wat vinden netwerkpartners, zoals verwijzers, van deze aanpak? Nou, deels weten we dit. Vanuit interviews met enkele huisartsen in de regio Breda is gebleken dat zij de verbinding tussen de GGZ en huisartsenpraktijk heel erg belangrijk vinden. En we hopen door de mentale gezondheidscentra's hierbij aan te sluiten, door onder andere de consultatie, vast contactpersoon te hebben voor consultatie, maar ook de insteek van de verkennende gesprekken. En daarnaast aanwezig te zijn bij cliëntbesprekingen in de huisartsenpraktijken. En dit vraagt om een wederzijdse investering van beide kanten, van zowel de huisartsenpraktijk als de GGZ Breeburg, zeg maar. En we willen dit nog verder voort gaan zetten, onder andere door onderzoek samen met de verwijzers en de netwerkpartners. En wat is het effect van deze aanpak op de kosten? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Dat zijn we nu goed aan het volgen. Zoals behandelintensiteit, behandelduur, maar ook uitkomsten op gebied van herstel. En we zouden heel graag wat meer regionaal de welzijns- en zorgconsumptie in de gaten willen houden. Samen met netwerkpartners, en dat vraagt gewoon nog wat meer tijd. Wat zijn de belangrijkste conclusies van het actieonderzoek? Nou, de signalen zijn positief. We zien dat inwoners uit de regio, dat we aan hen snelle passende hulp kunnen bieden. Ook zij ervaren dat als positief, dus zij oordelen positief over het verkennend gesprek over het algemeen. Het vraagt nog wel een langere tijd van monitoring, vooral als het gaat om het effect op de wachtlijsten, de kosten, de uitkomsten op het gebied van herstel. En daar gaan we ons de komende tijd verder voor inzetten.